Hey en leuk dat je kijkt naar Vlogmas dag 15. Ik heb vanochtend al mijn vlog edit en wat jullie ook al konden zien in de sfeerbeelden hiervoor, heb ik samen met mama een gingerbread huisje in elkaar gezet. Eigenlijk ieder jaar maak ik met Danique een gingerbread huisje. We hebben vorig jaar koekjes gebakken in plaats van een gingerbread huisje. Maar de 3 jaar daarvoor, even uit mijn hoofd, hebben we een gingerbread huisje versierd. Ook altijd op YouTube gefilmd. Ik weet nog altijd heel veel mensen zijn die daar heel erg naar uitkijken. En vandaag gaan we dat dus weer doen. Wat jullie dus normaal gesproken eigenlijk nooit zien, is dat ik die de dag van tevoren, of zoals vandaag de ochtend van tevoren, in elkaar zet met icing. En daarbij helpt eigenlijk altijd mijn moeder me. Want als je een gingerbread huisje wil gaan versieren en je lijmt hem en wil dan gelijk gaan versieren, dan kan ik je eigenlijk 99% vertellen dat het niet gaat lukken. Hij valt dan uit elkaar. Dus ik wil hem altijd gewoon eerst een tijdje gewoon in elkaar hebben gestaan. Dat het goed kan drogen, et cetera. Zodat hij redelijk stevig is voordat we gaan versieren. Dus dat heb ik vanochtend met mama gedaan rond 9:00. Dan ik komt om 12:30. Het is nu rond 11:15. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog van gisteren. Ik heb hem net dus wel bewerkt. Hij staat op te slaan. En ik wil nog eventjes omkleden. Want ik zit wel in deze leuke trui. Maar die heb ik gewoon over mijn pyjama heen aangedaan. Dus ik moet nog even omkleden. Maar ik dacht, ik doe eerst de adventskalender. Want ja, ik heb er gewoon zin in. Overigens heel lief. Luca ligt hier dus bij me. Mama kwam net terug van boodschappen. En Sinna en Kala kwamen echt heel hard op haar afgehold. En lieve Luca bleef lekker bij me liggen, Luke. Ja. Is het zo? Moet ik een buikknuffel? Ik heb dus 3 katten die van buikkriebeltjes houden. Ik heb nog nooit een kat in mijn leven gehad die überhaupt op zijn buik geaaid wilde worden. En deze 3 gaan er echt regelmatig voor liggen. Echt op hun rug en zo. En Luke, ik vind het wel gezellig hoor dat je bij me blijft. Ja. Maar goed. Tijd voor Lush. Adventskalender dag nummer 15. Gisteren hadden we natuurlijk dat enorme vak. En vandaag is het een klein vak, zo te zien. Ja, echt best wel smal. We gaan van heel groot naar heel klein. Wat gaat het zijn? Even kijken. Oeh, iets in een potje. Daarvan hebben we nog niet heel veel gehad. Sleepy Hand and Body Lotion. Er zitten echt heel veel sleepy producten in de kalender. Je kan merken dat het populaire product klein is. Ik vind hem zelf dus niet eens heel bijzonder, maar... Oh ja, wel heel erg lekker. Ik denk dat ik hem in mijn nachtkastje ga leggen, want het is dus zowel hand als voor je lichaam. Crème. Zo, dat kwam er heel lekker uit. Wauw. Vlogmas dag 15. Irina, haar spraakvermogen gaat steeds verder achteruit. Maar goed, dit is dus een hand- en body lotion met de sleepy geur. En de sleepy geur is dus een en al lavendel. Dat is ook heel lekker voor het slapen gaan. Ja, ik vind hem dus over het algemeen niet geweldig. Maar ik denk dat inderdaad op het moment dat je dit voor het slapen gaan opsmeert, het wel heel lekker is. En zeker als handlotion. Als je gewoon je handen er maar in smeert. Ik slaap heel vaak zo. Dus dan ruik je hem veel. Misschien dat het wel heel erg lekker is om mee in slaap te vallen. Een droom van een body lotion met milde haverinfusie en velden vol lavendel. Dus er zitten velden aan lavendel in dit ding. Nou, hij is niet overduidelijk lila zoals andere sleepy producten. Maar wel een beetje. Goed, Luca ligt me heel lief aan te kijken. Ik ga even opschieten voordat Danique er is met de thumbnail maken en zo. En misschien dat we de adventskalender met de katten wel samen met Danique kunnen doen. Vindt ze misschien wel leuk. En Luke? Ja. Yeah. Luca ligt echt altijd als ik de adventskalender aan het doen ben, zeg maar hier. Echt heel cutie te wezen. Hey Luke, ja, ga je ervan opstaan? Oh, je hoeft er niet op te staan hoor, ventje. Oh ja, ik ga er lekker voor liggen. Hij is echt de afgelopen tijd zo'n knuffelkont geworden. Hij was eerst dus een beetje wat terughoudender. Maar de afgelopen tijd is hij echt een enorme knuffelkont. We love it. Lekker comfy. Maar kerstig outfitje vandaag. Ik dacht ik doe deze kersttrui weer eens aan. Ik krijg er trouwens heel vaak vragen naar. Maar deze komt van de Action van een paar jaar terug. Van de mannen toen.
Dus is niet meer verkrijgbaar. Maar wel echt een tipje. Kersttrui van de Action en dan vooral de mannen varianten. Ik draag zelf een extra large. Zit echt prima. Maar die vind ik gewoon over het algemeen veel leuker dan die van de vrouwen. Kerstsloffen erbij. Daaronder kerstsokken. Ready to make a gingerbread house. En natuurlijk niet te vergeten. Ik heb ook weer een cadeautje voor Danique. En ik heb deze kaart expres voor haar bewaard. Ik dacht, wij maken altijd gingerbread dingen. Dus hier zijn allemaal gingerbread mannetjes op en zo. Dit is de perfecte kaart voor Danique. En ik heb er dus extra veel vloeipapier in gedaan. Omdat dit tasje echt huge is voor de hoeveelheid producten. Danique is er! Eigenlijk al iets van een uur of zo. De katten zijn net rustig gaan liggen. Danique had namelijk een tas bij zich. En ze hebben echt een uur lang erin en eruit en eromheen en ermee gesleept en weet ik het wat. Maar goed, we hebben een lekker theetje. We hebben hier alles neergezet. Het huisje is kleiner dan wat we hadden verwacht. Ja, kijk, als je die doos ziet. En er was 719 gram. Ja. Wij dachten dus, oh, dat is een heel groot huis. Omdat die doos zoveel groot. Bij IKEA is die doos echt de helft. Ja. Maar goed, hij is ongeveer even groot. Ja, hij is zelfs iets kleiner. Want dat IKEA-huisje is langwerpig. En deze is haast vierkant. Ja. Maar het voordeel is dat hij wat meer details heeft. Kijk, het allemaal steentjes. En het enige jammere vinden we wel dat die ramen en zo zijn dus niet open. Dus het is niet dat je hier een vaccinelichtje inzet of zo. Nee, dat is wel jammer. Ah joh, we maken het gewoon extra mooi. We hebben van alles. We hebben weer M&M's. Als je de allereerste gingerbread huisje video hebt gezien, dan weet je de M&M's. En de zure matten nog. Ja, ja. Maar we hebben echt van alles. Dus ik ben benieuwd, gaan we weer hetzelfde als de eerste keer of niet? Of gaan we er een variatie op doen? Ja, we moeten maar kijken, want het huisje is net anders. Ja, het huisje is anders. Want deze heeft natuurlijk echt dakpannen. Dat had die van... Heeft IKEA ook dakpannen? Volgens mij niet. Ik kan het me niet echt heugen. We hebben toen met die M&M's gemaakt, al die dingen gedaan ook. Oh ja, die heeft zo'n gekruist ding zo. Nou ja, deze hebben we dus trouwens, als je het je afvraagt, bij de bosrand gekocht. Maar ik kan me zo voorstellen dat intratuin en zo ook hebben. Ja. Dat was in ieder geval met die hartjes die daar boven op de kast staan. Wel zo. Als ik hem kan vinden online, zou ik hem wel eventjes... Even linken. As always. Voor we beginnen. Ja. Ik heb weer wat voor je. Oh jee, altijd met je cadeaus. Danique heeft dus niet al mijn vlogmas gezien. Ze vroeg namelijk letterlijk dus straks, hoe waren die hertjes? Toen dacht ik, top, dan heb je die vlog niet gezien. Want toen gaf ik zo een cadeautasje. Oh. En ik dacht, dan heb jij waarschijnlijk al bedacht dat je dat gaat krijgen, maar niet dus. Cute. Er zit een kaart in die ik specifiek voor jou heb bedacht. Ja. Want ik dacht, wij maken al het gingerbread ding. En hier zijn allemaal gingerbread mannetjes op. Heel cute. Dus. Oh, trouwens, de tas is heel groot. Het is eigenlijk veel te groot voor de inhoud. Maar ik was een tasje te kort. Dus ik had een extra tasje gehad bij Hema. En hij was echt eigenlijk veel te groot. Er zit heel veel vloeipapier bij. Nou, dat is leuk. Het was dan ook zo sneu. Wat lekker. Mango body bitter. Wat heerlijk. Moringa. Hermes. Oh, lekker. Ja, ik dacht dat is wel wat voor jou. Protection. Oh, hé, dat heb ik nog serieus nodig. Dat is goed voor je haar en het geeft een lekker geurtje. Oh. Dus ik dacht dat is wel wat voor jou. Daar hou ik wel van. Niet te veel moeite, maar wel leuk. British Rose. Oh, shower gel had ik ook net nodig. Heerlijk. Kijk, ik heb er te veel. En een mascara. Even kijken hoor. Soothes for sensitive eyes. Oh, dat is ook handig. Ja, ik dacht jij vindt het wel leuk om nieuwe mascara's te proberen. Zeker. Dus... Wat cute is deze met de roze. Ja, ik had hem zeg maar en deze en de waterproof versie. Mm-hmm. Maar ik had zeg maar zoveel producten de afgelopen tijd gekregen. Ja. En uit adventskalenders gehaald. Dat ik gewoon 3 dozen aan producten boven heb staan. Daar dus ik ben heel veel winacties aan het houden. En ik ben dus vriendinnen maar pakketjes aan het geven. Love it. Dus bij deze. Heel erg lief. Dus wat dat betreft is het fijn dat jij de vlogs niet had gezien. Want ik dacht, oh jij weet sowieso al dat jij dit gaat krijgen. Dan had je nog niet geweten wat je ging krijgen. Nee, maar heerlijk. Ik hou ervan. Jee. Nou, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Superleuk. Gaan we nou lekker... Gaan we nu lekker aan de gang. Aan de gang met het huis. Ik zal jullie even op het statief zetten. Dan kunnen jullie het beter zien. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around. Share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to.
Kijk dan. Deze spuitbus gaat helemaal fout. Ja. We zaten helemaal onder. Maar het resultaat mag er zijn. Ben jij ook tevreden? Ja, zeker. Hij is weer leuk. Kijk nou. Ik vind ook deze drips wel heel leuk. Ja. Het moet alleen nog uitharden. En Danique heeft allemaal stenen gemaakt van marshmallows. Ja, die zijn en we hebben allemaal zure matten en leuke drips. En ik vind vooral het dak gewoon weer heel leuk. Ja, heel cute. Aan de ene kant heeft hij een patroon en aan de andere kant niet. Maar het valt niet eens op. Nee, het valt niet op. Want we allebei gewoon alle kleurtjes hebben gedaan. En een leuke krans. En ik ben tevreden. Ja. Het is alleen wel, dat rendier is letterlijk groter dan dit huis. Ja. Dus ik gok dat ik hem maar niet naast elkaar moet zetten. Nee, het is niet hun stal. En we moeten even de tafel afnemen, want er ligt dus overal van die icing. Oeps. Overal. Maar goed. Hè? Het was weer een leuke. Het was wel weer leuk. Hij is wel weer anders geworden ook dan ons eerste jaar, ondanks dat we dezelfde dingen hebben gebruikt. En we hebben volgens mij nog nooit zoveel met die icing gedaan. Nee, maar we hadden ook meestal hardere icing en dat werkte niet. Nu werkte het goed. Dat is wel leuk. Het werkte goed, behalve dat het dus de verkeerde kant uit de zak kwam. Ja. Want kijk, het tuitje, die zie je dus in het midden. En het kwam dus aan de zijkant hier ergens er ook nog uit. Okay. Niet heel soepel. Goed. Het is gelukt. Gaan we nog iets van een film kijken of zo? Ja, misschien een kerstfilm. Het is namelijk echt letterlijk pas 4:30. Ja, laten we het maar doen. We zijn veel te snel vandaag. Oh, wil jij de katten de advent geven? Dat wil ik ook doen. Ik zei het net tegen Danique en ze werd helemaal happy. Ze liggen nu alleen net rustig. Laten we eerst opruimen. Ja. Is het vandaag 15? Het is 15. De Pixie-kalender. Die zat volgens mij ergens onderin. Ja, ik zie hem hier. Ja, het vind ik wel. Luca komt alvast kijken. Interessant hè, Luke. Wat staat er hem op tafel? Oh, kijk eens. Luca, blijf je daar? Welke zijn het? Lekker. Dat zijn... 3. De Salmon Rounds. Oh, dat lusten ze wel, denk ik. Ik heb lekker. Kala. Kom maar. Kala. Kala heeft het niet eens door, joh. Lekker. Oh, lekker. Kaletje. Oh, ze is met je schoen bezig. Oh, kijk eens. Gewoon niet eens door dat er eten te halen valt. Dat is lekker. Oh ja, ga je een eentje pakken en maar deze. Deze zijn voor jou. Oh, je geeft ze uit je handen. Ja, dat zijn ze niet gewend. Nee, gaat ook moeilijk. Dat is wel grappig. Ja, ook een van jou. Worden jullie getraind, jongens? Lekker hoor. Kada was gewoon te druk bezig met je schoen. Is het lekker, schatjes? Jam, jam, jam. Ook wel lekker real dit, met overal kattenspeeltjes zo. Ja, dat is hoe het huis eruit ziet. Doe maar. Lekker. Kijk jij zo op, wijfie. Dat was lekker. Oh, lekker hoor. Kala denkt, is er nog meer? Het is op, wijfie. Kom hierbij. Kom hierbij, schatje. Kijk, nu is Danique extra lief, want nu komt ze met snoepgoed. Ja. Ja, nu is het op. Eerste keer had ze ook al dingen voor jullie mee, hè, toen ze voor de eerste keer voor jullie kwam. Open de pop. Ja, lekker. Dat heb ik toen volgens mij niet eens gefilmd toen jij op Kit in bezoek kwam. Nee, denk ik niet. Maar toen had Danique ook allemaal snoepjes en speeltjes mee. Lekker. Nee, lieverds? Ja. Nou, volgens mij was het weer lekker. Was het leuk om te geven? Oh ja, schoffig. Ja, nu ben ik extra bevriend met ze. Ja, precies. Nu ben je de leuke tante die langskomt met eten. Oké, kerstfilm uitzoeken. Let's go. Kijk dan! We gaan Love Heart kijken. Danny kent hem nog niet. Maar de katten zijn ook helemaal geboeid. Love dit. Goed, we zijn een aantal uur verder. Ik heb samen met Danique nog lekker een film gekeken. Zij vond de film ook heel erg leuk. Mocht je hem nog niet gezien hebben, echt een toffe film. Ik vind het ook geweldig dat ze een nieuwe versie van, hoe heet dat liedje? Baby It's Cold Outside zingen. Ik vind het echt geweldig. Ik wil echt dat die versie van het liedje... op Spotify komt of zo. Ik zag hem wel op YouTube. Ik weet niet of hij al op Spotify staat. Maar ik vind dat echt zo geweldig. Ik kende de film zo. Ik had hem al een tijdje terug gezien. Maar ik heb ook lekker met mama gegeten. Ik had voor het eerst echt in jaren weer eens papauw. En ik weet niet, daar had ik gewoon heel erg zin in. En er kwam tussen de middag een brievenbuspakje van Little Lefty You. Dat is een klein bedrijfje met allerlei toffe creatieve spulletjes. Ik kende het nog niet. Ik zag het bij Elise voorbij komen. En ik zag dat ze echt hele toffe items hadden. En er waren ook nog eens wat dingen in de korting. En ik ben de afgelopen tijd
door dat kleurboek weer helemaal een beetje in standje. Ik wil weer lekker creatief bezig zijn. Dus ik had ook echt zoiets van, oh, misschien wil ik wel weer gewoon af en toe gaan bullet journalen. Ik heb het altijd deze tijd van het jaar, dat ik aan het eind van het jaar echt denk, oh, daar heb ik zin in. Ook vaak in mijn laatste week, zeg maar, van het jaar. Want dan heb ik altijd een weekje vakantie voor mezelf tussen kerst en oud en nieuw. En dan ga ik al dat soort dingen weer helemaal oppakken. En ik weet niet, altijd het begin van het jaar hou ik dat heel goed vol. En dan ergens halverwege het jaar houdt het op. Ik weet niet, maar ik heb er nu weer helemaal zin in. Dus ik heb wat leuke items besteld. Oh, het zit heel leuk verpakt. Ze heeft in ieder geval allemaal van die dingetjes. Maar ik heb hier als eerste een pakje met ook echt een superleuke sluitsticker. Deze sluitsticker heb ik toevallig zelf ook besteld, weet ik. Met een gingerbread mannetje. Echt een soort postzegel. Met de tekst ho ho ho. En hier zitten, als ik het zo voel, mijn washi tapes in. Yeah. Ik heb als eerste een washi tape met allemaal katjes. Het is een washi tape van 10 meter. Meer dan genoeg. En hier zijn dus allemaal katten op. Zo ziet hij eruit. Ik vind het allemaal gewoon heel erg cute. Met allemaal kitty cats erop. Dan heb ik, wat is dit? Seasonal Forest. Oh, ik heb een paar washi tape setjes. Daar zal deze uitkomen natuurlijk. Ze had namelijk hele leuke sets met ja, een soort thema's voor de verschillende seizoenen. Met dan een bepaald diertje per ding in spotlight, zeg maar. En ik heb dus de lente en de winter variant genomen. Ik dacht van, dat zijn de dichtstbijzijnde maanden voor ja, dingen die ik wil gaan maken. Maar dit is dus de Fox in Spring washi tape set. Met dus een washi tapeje met allemaal vosjes erop. Ik hoop dat dit goed overkomt op camera. Hier zitten allemaal bijtjes en zo op. Gewoon helemaal lenteachtig. Ik vond dit echt heel erg cute. Seasonal Forest washi tape staat erop. Echt love dit. Van Jamila Beukema blijkbaar. Milamate.nl. Ik vond het echt heel erg leuke setjes. Want ik heb dus ook het setje voor de winter. En deze vond ik denk ik nog leuker. Dit is de Seasonal Forest washi tape. Ook van haar. En dit is de Fox in Winter. Is die andere dan? Oh, dat was een deer in spring. Sorry, echt gaat soepel. Mijn camera kan het ook lekker aan zo te zien. Maar dit setje vond ik echt geweldig. Deze is dus heerlijk winters. Dus hier kan ik sowieso de komende tijd al lekker mee aan de slag. Maar er zitten dus allemaal vosjes. Ook wel herfstbladeren en zo. Het heeft een beetje zo'n starry-achtige achtergrond. Ik hoop echt dat het een beetje zichtbaar is. Omdat het natuurlijk qua licht wat lastig is. Omdat we het met kunstlicht moeten doen. Dit soort dingen laten zien gaat meestal beter op met daglicht. Maar ja, toen had ik het nog niet om te laten zien. Maar dat waren in ieder geval de washi tapejes. En dan heb ik hier nog een envelopje met ook weer een hele leuke sluitsticker met een sneeuwpoppetje. En hier zit als het goed is allemaal stickervellen in, waar ik ook heel excited voor ben. Even kijken. Oh, echt love it all. Was dit het? Ja, volgens mij is het zakje helemaal leeg. Ik zie van alles. Als eerste een kaartje wat ze erbij heeft gedaan. Echt, mijn camera heeft zoveel moeite juist. Zo kan je hem goed zien. En hier staat op, hey you, thank you so much for your purchase. I'm so grateful for your support. And every single sale, big or small, makes me so happy. You are awesome. XOXO Louisette. Louisette. Sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Maar goed, ik heb, oh, ze heeft er stickers bij gedaan. Die heb ik volgens mij niet besteld namelijk. Maar ze heeft er notenkrakers bij gedaan. Hoe cute zijn deze? Ik zag ook dat ze daar pins van had. En die waren in de aanbieding. En ik had nog zoiets van, oh, wil ik die hebben? Want ja, jullie kennen mijn obsessie met notenkrakers dit jaar. Maar ik dacht, ja, pins gebruik ik eigenlijk niet. Dus het is zonde. Maar nu heb ik er dus 2 stickers van. Echt superleuk. Kan een hele leuke kerstspread maken dan. En ik heb 2 setjes met kerstige stickers. Dat zijn dus de sluitstickers die je ook al op de envelopjes kon zien. Besteld met dus de sneeuwpop stickers en met dus de gingerbread postzegel stickers met de tekst ho ho ho. Vond ik wel heel erg leuk voor op kerstcadeautjes. Die ga ik trouwens volgende week allemaal
op camera voor jullie inpakken in Vlogmas. Dan heb ik Christmas Delivery. Ook een heel leuk stickervelletje. Deze zijn dat. En deze vond ik ook gewoon leuk voor op de kerstcadeautjes dus. En dan heb ik dus een heleboel stickervellen. Als eerste de twee stickervellen die dus horen bij de washi tapejes. De Winter Fox. Ik vind deze dus echt zo ontzettend leuk. Echt love it. En dus daarbij de Spring Deer. Deer Spring. Deer in Spring volgens mij. Een soort Bambietjes. Dit doet mij dus echt denken aan Bambi. Maar die dus. Ja, vond ik wel gewoon heel erg cute. En dan een heleboel andere stickervellen. Ik heb er blijkbaar ook nog een kaart bij gekregen. Super lief. Deze komt van Little Left to You zelf. Met een heel leuk huisje. Met een kat in het raamkozijn. Een kaartenrek voor de deur. Heel tof gedaan. Gewoon een normale kaart, zeg maar. Geen kerstkaart. Maar wel heel erg leuk. En ook heel leuk om gewoon neer te zetten of in te lijsten of whatever. En dan nog een paar stickervelletjes voor in mijn bullet journal. Als eerste een heel stickervel vol met dingen rondom boeken. Dus boeken zelf, leesbrilletjes, kopjes thee. Dat soort dingen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ik wil waarschijnlijk in mijn nieuwe bullet journal. Of in ieder geval in mijn bullet journal voor komend jaar. Ik moet nog even kijken of ik niet gewoon verder ga in het bullet journal wat ik heb. Want daar heb ik nog heel veel ruimte in. Ja, daarin wil ik waarschijnlijk sowieso wel weer een leesspread gaan doen. Want ik ben echt afgelopen jaar heb ik het lezen helemaal herontdekt. Ik wilde dus dit jaar 12 boeken lezen. Als goal van het jaar, zeg maar. Omdat ik meer wilde gaan lezen, had ik zoiets van, joh, eentje per maand om mee te beginnen. Dat is misschien wel haalbaar. Kan je vertellen, het was meer dan haalbaar. Want ik zal even op Goodreads checken hoeveel boeken ik dit jaar tot nu toe heb gelezen. En dat zijn er 36. Oftewel, ik heb 3 keer mijn leesdoel gehaald. Dus ik wil gewoon weer een spread maken waar ik bij kan houden welke boeken ik lees, hoeveel ik er lees, dat soort dingen. Dan heb ik weer een soort lenteachtig stickervel met dus allemaal bloemetjes en plantjes. Vond ik wel heel erg cute. Ze zijn ook best wel minimalistisch. Dus ook heel erg leuk om dit te combineren met eigen tekeningen of gouache of dat soort dingen. Dat vind ik heel erg leuk. En deze is volgens mij een beetje een Valentijnsachtig thema. Love Mail heet het. Maar ik vond het wel heel erg leuk omdat ik graag dingen bijhoudt waar ik blij van word. Een beetje in hetzelfde thema als het boek van Bonnie. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om bijvoorbeeld in mijn bullet journal elke maand te schrijven waar ik blij van werd. Wat mijn hoogtepunten van die maand waren, et cetera. Ik noemde het bijvoorbeeld in de tijd van mijn burn-out deed ik dat heel erg. Had ik bijvoorbeeld de categorie January Smiles. En daar schreef ik dan alle dingen op waar ik in januari blij van was geworden. Dat waren dan kleine dingetjes, grote dingen. Juist in mijn burn-out vond ik dat dan juist heel erg fijn om bij te houden. Om juist de kleine fijne dingen bij te houden en terug te kunnen lezen. En dus te kunnen zien hoe fijn een maand bijvoorbeeld was. Ik hield daar bijvoorbeeld in bij als ik bijvoorbeeld een doel had gehaald qua abonnees. Als ik bijvoorbeeld gezellig had geluncht met een vriendin. Als ik lekker uitgebreid had geknuffeld met de kat. Dat soort dingen. En het leek me dus wel leuk om dit soort stickertjes daarbij te plakken eventueel. Als ik dat weer wil gaan doen. Want je hebt dus zowel envelopjes als gewoon hartjes. Je hebt echt zo'n heel schattig autootje. Maar bijvoorbeeld dus ook gewoon een kopje koffie waar een hartje in staat. Special delivery, een mok met een hartje. Dat soort dingen. Ik vond hem gewoon heel erg cute. Kan dus rondom Valentijnsdag, maar kan ook voor andere doeleinden. Dus dat is hetgene wat ik allemaal heb besteld. Echt super leuk. Als ik dit zo zie, kan ik het zeker aanraden. Ik weet natuurlijk nog niet wat de kwaliteit is, of het goed blijft plakken en zo. Maar ik gok het wel als Elise het aanraad. Dan geloof ik best dat dit goed is. Dus ik vind het echt heel erg leuk. Weer een nieuw, tof, klein bedrijf ontdekt. En ik wil dus denk ik binnenkort weer eventjes creatief bezig. Sowieso ben ik benieuwd. Want we zitten inmiddels op Vlogmasdag 15. Wat betekent dat we gewoon de laatste 10 dagen ingegaan zijn. Dat is echt bizar.
Ik vlog dus door tot en met de dag voor kerst. Dus kerstavond. En daarna neem ik lekker een weekje vrij. Ik ga wel nog gewoon op kerstdag laten zien wat ik allemaal qua cadeautjes heb gekregen. Don't worry. Ik weet dat mensen het altijd leuk vinden om te zien. Maar ik gok dat ik gewoon lekker even een weekje vrij wil na vlogmas. Want hoe leuk het ook is, het is wel heel erg druk. Dus eigenlijk wilde ik gewoon vragen van joh, wat willen jullie nog zien in deze laatste 10 dagen? Iets minder dan 10 dagen. Vandaag is vlogmas dag 15. We gaan dus door tot en met 24. Tenzij ik tegen die tijd denk, ik wil heel graag nog door tot oud en nieuw. Maar reken er alsjeblieft niet op. Ik weet het nog niet. Ik vind het wel heel erg leuk. Maar ik gok dat ik gewoon tot de 24ste doorga. Maar ik ben dus heel erg benieuwd wat je graag wilt zien. Ik heb sowieso nog een paar leuke dingen op de planning. Ik wil dus laten zien welke cadeautjes ik geef aan mijn moeder. Hoe ik inpak. Ik ga het kerstpakket van Elise nog uitpakken. Ik ga deze vrijdag met mijn moeder naar de Winter Efteling. Ik ga nog een dagje naar Utrecht naar Samira toe. Willen we gezellig een dagje films gaan kijken. Dus er staan nog wel leuke dingen op de planning. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat je graag wil zien qua chill days at home. Bepaalde dingen die je wil zien gewoon in huis rondom de kerst of zo. Ik kreeg al vragen of ik misschien kerstmake-up wilde laten zien. Al vind ik dat niet meer helemaal bij mij passen. Maar als er nou heel veel mensen zijn die dat graag willen zien, dan kan ik dat natuurlijk wel doen. Laat even weten in de reacties. Dan ga ik dus nu even lekker in bad zitten. Het is nu 8:02, dus mijn vlog staat net online. Ga ik mijn bad vol laten lopen. Ik denk dus dat ik de Noordpool Bubble Bar ga pakken. Ik heb echt nog zoveel badproducten. Ik bedoel, kijk deze schaal hier. Maar ik zat dus van de week met Kimberly. En die had dus de Noordpool Bubble Bar gehaald voor een weekendje weg. En deze zat natuurlijk echt op dag 2 of zo in de adventskalender. Deze. Hij ruikt ook echt super lekker. Een beetje fris kruidig. Heel lekker. En het bovenste deel is dus badolie. En het onderste deel is bubbelbar. Dus ik ga hem denk ik in ieder geval door de helft snijden. En dan daarmee lekker in bad zitten. Ja, zij was er echt helemaal excited over. Dus ik dacht, nu wil ik er ook mee in bad. Ja, ik heb gewoon zin om lekker vanavond nog even te ontspannen. Want morgen heb ik dus weer dat ik 's avonds mijn vlog moet editen en inplannen. Zodat ik dat vrijdag niet hoef te doen als we naar de Winter Efteling gaan. Maar dat betekent dus dat ik morgen niet echt een relaxed avondje kan hebben. Dus dat ga ik vandaag alvast inhalen. Ik ga mijn boek erbij pakken. The Cruel Prince ben ik momenteel in bezig. Deel 1 van de, hoe heet die serie? Even kijken hoor. Deel 1 van de Weirder. Dus dan moet je hem even openslaan. Nou, gaat lekker. Dit wil echt totaal niet. Oké. De Folk of the Air serie. Zo. Duurde even, maar dan heb je ook wat. Ik ben nog niet heel erg ver in het boek. Maar tot nu toe vind ik hem wel heel erg leuk. Het gaat dus over een feeënwereld. Maar op een hele andere manier dan dat je denkt. En ik hoor er altijd hele goede verhalen over. Dus ik ga eventjes die spulletjes opruimen. En dan lekker ontspannen in bad. Beentje, zit jij zo lief op mij te wachten? Ja. Hoi schat. Ik kom uit bad en de katten doen alsof ze me weken niet hebben gezien. Maar goed, bad was lekker. Mama heeft ondertussen aan de studie gezeten. Ja, dus? Je bent nog niet in de vlog geweest vandaag. Nee, vandaag dat moet. Tuurlijk! Nou jongens, ik heb hard gestudeerd en zit nou even wat anders te doen. Voordat ik zo naar bed ga, want ik moet morgen weer weg. Wel weer op een scherm. Ja, ik had even geen zin om weer een boek te pakken. Ik had natuurlijk net ook met een boek bezig geweest. Schrijven op een computer, maar ook met een boek. Oh, dan ben je met een leerboek bezig geweest. Een combinatie van. Ja, mama, de deadline voor de opdracht is maandag? Ja. Niet aankomende maandag. Je bent voor maandag. Oh, voor maandag. Dus eigenlijk is het zondag. Ja, het weekend de deur uit. Zondag middernacht dus. Eindelijk.
is de deadline. Zo erg zal het niet zijn. Maar wel, zo werkt het toch meestal, dat je voor middernacht, zoals mensen bij mij op de middelbare, weet ik het wat altijd. Kinderachtig is het ook weer niet, maar... Het is niet kinderachtig, dat doen ze bij iedere hogeschool. Iedere hogeschool is dat zo. Zeg niet dat het niet kinderachtig is. En dan levert iedere student hem om 1 minuut ja, voor. Dan hoop je maar dat hij het morgen nog een keer doorkomt. Dat hij dan op tijd uploadt, ja, dat was wel het ding. Maar goed, deze katten heb je zeker geen aandacht gegeven. Die hebben we, want als ik daar bezig ben, zit de kat hier. Ik kom beneden, Sina zit rechtop hier achter op te wachten. Ik kom Luca gedag zeggen, boe! En zij springt gelijk op schoot. Ja, ga je erbij liggen vrijen, wijfie? Ik heb even opzij gezet, omdat ik hier wilde. Ik heb gezegd, ik wil heel graag bij je zitten, maar dat mocht niet zo goed. Oh, ze wilde toen niet bij je op schoot? Nee, toen verdween ze. Dat is nou wel weer flauw, Kalaatje. Kom je nou bij mij liggen? Ja, oké. Maar goed, mama is dus bijna klaar. Nu echt bijna. Ja, want vorige keer zei je ook dat je bijna klaar was. Ja, je kent dat toch wel. Dat je altijd wel als je ziet wat anders kan of beter kan. Of... Ja, dan ligt het eraan hoe goed ik al denk dat het is. Dat ik denk als het al voldoende is, dan vind ik het goed genoeg. Zo van, het gaat toch niet om het cijfer, maar het gaat erom dat je het vak haalt. Het gaat om het cijfer. Hoezo gaat het om het cijfer? Het moet goedgekeurd worden, anders haal ik het niet. Ja, maar daarom dan is het toch, als je een voldoende hebt, is het toch goed? Ja, dan heb je je cursus binnen. Dat klopt. Of het nou een 5,5 of een 9,5 is. Ja, als heb ik de cursus ook gedaan, dan kan ik even niet bouwen. Ja, dan is het wel een beetje flauw. Want kan je dan überhaupt een herkansing doen? Vast wel, geen idee. Ik heb nog niet ingekeurd. We gaan er vanuit van niet. We gaan er gewoon vanuit dat mama het haalt. Maar goed. Mama moet dus nog eventjes aan de studie van de week. Helaas. We moeten nog steeds ook het huis versieren beneden. Want het is hier echt verdomd weinig kerst. Behalve natuurlijk het gingerbread house. Die staat hier. En de rendieren. Daar. Die lampjes die staan ook al in. Ja, die lampjes hebben we vorig jaar of het jaar daarvoor alweer voor kerst gekocht. Oh, ja. Maar we moeten nog steeds de krans aan de voordeur hangen. En de sneeuwvlokjes die we hebben gekocht bij Intratuin even ophangen en zo. En ik heb nog wel meerdere dingen om neer te zetten. Ik kan het ook doen als jij er niet bent. Maar ik heb elke keer zoiets van, jij wilt het waarschijnlijk bij zijn. Dus ik doe het maar niet overdag. Je mag het van mij ook doen. Als jij denkt, dat kan ik wel goed. Ik denk dat je het goed kan. Dan gaat het doen. Maar mag je het ook doen? Ik kan wel kijken morgen. Je hebt toch meestal last van dat het er nog niet is? Nou ja, ik vind het gewoon zo saai. Want we ook al geen kerstboom hebben. Ja. Dus de eerstvolgende dag dat wij dat kunnen gaan doen, is waarschijnlijk pas zondag. Want vrijdag zijn we weg. Ja. Dus we zaten zaterdag moe. Ja. Plus jij moet nog iets aan huiswerk. Dus dan gewoon dat het pas zondag kan. En het is de 19e. Het is de 24e kerstavond. Mm-hmm. Dat vooral. Zonder dat het huis versieren wordt het geen kerst. Jawel, maar het huis versieren is dan juist het leuke. En dat jij zegt na Sinterklaas oké. Okay, maar dat is dus vanaf de 6e. Het is verfieking. 15e inmiddels. We zijn nog nooit zo laat geweest. En dat we nou dit jaar geen kerstboom hebben, vind ik oké. Met dit grut. Maar helemaal niks vind ik wel heel erg. Je hebt boven de hele kamer vol. Ja, mijn kamer wel. Maar we ontvangen het meeste bezoek hier. Oh, nou, ik heb gisteren de Miek gehad. En van het weekend heb ik Sof gehad. En dan krijgen we de kerstria. Wat hebben we nog meer? Weet ik het wie? We kunnen er wel mensen uitnodigen hoor. Mm-hmm. Jij nodigt ook geen mensen uit, dus wat dat betreft. Ik nodig nog mensen uit. Oké. Volgens mij moet je vlog maar laten. Ik wou net zeggen, het wordt laat. Het wordt flauwe vlogcontent. Goed. Mijn bad was dus lekker. Mama is in de vlog geweest. Heb je je adventskalender al gedaan? Ja. Wat zat erin? Ja, ik heb hem expres voor je op tafel laten liggen. Het was een rode. Volgens mij is dat basic melkchocola. Goed. Dit was de vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was in ieder geval gezellig met Aniek. Ik weet dat altijd heel veel mensen uitkijken naar ons gingerbread huisje. Dus ik hoop dat je er weer van hebt genoten als dat zo is. Als je de vlog natuurlijk leuk vond, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je ook gelijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En druk even op het belletje, zodat je geen enkele video meer mist. Want het YouTube-algoritme is af en toe heel erg vervelend. En dan zie je mijn video's alsnog niet, ook al ben je geabonneerd. Dus doe dat even. En dan zie ik je heel graag morgen terug bij Vlogmas dag 16. Waarin ik dus blijkbaar misschien wel het huis ga versieren hier beneden.
ben heel benieuwd als ik thuis kom morgen. Ja, jullie zien het morgen. Dan weet ik niet meer waar ik thuis kom.